Welcome back to my channel. Het is vandaag 1 november, mijn moeder is jarig. En ik moet naar een funny face. Dus het is nu 7:30 en ik ben me klaar aan het maken met de kids. Ik ben aangebaard, ik moet mijn haar nog doen. In de vorige clip zagen jullie mijn partner en de kids nog slapen, wel ze zijn allemaal nu wakker. Dus ja. Zo, dit zijn onze kleuren die we gaan aandoen. Dit is van Kimani, hij heeft zo'n kleurromper, maar zijn vader vindt nee dat hij dit aandoen. Dus hij gaat dit aandoen. Ik moet naar voren streken. Die Merelza. En van mij. Dus ja. Zo, guys, we zijn nu in de auto. We gaan naar een vriendin. Dus als je krijgt pangie. Ze zijn allemaal gedrest. Dus ja. Maar ik lijk wel naar dit hoor. We gaan gewoon wat aan doen. So guys, ik heb dit echt gefilmd omdat het was veel te druk. Het is nu 7:50 en we gaan naar huis. Die Merelza slaapt daar. Kimani is nog wakker. Kom papa. We zijn even bij de winkel gaan stoppen. Dus ja, ik ben moe, uitgeput. So guys, het is vandaag de volgende dag. Het is vandaag 2 november. Het is nu 11:50. We waren 8:00 tijd al wakker. Ben ik weer in slaap gevallen of we zijn weer in slaap gevallen, dus we zijn nu weer wakker. Ik ben nu bezig, trouwens ik ben naar gebaan. Ik ben nu bezig te koken. Moet ik me daarna klaarmaken, zodat ik naar school kan, maar ik heb vandaag geen zin. Yeah guys, ik ben toch opgestaan om me klaar te maken. Ja, mami. Zodat ik naar school kan, want ik volg elke dag maar 1 vak. Een uur lang. En ik dacht, ik heb boekhouden. Maar little did I know. Ik heb wiskunde. En wiskunde wil ik helemaal niet missen. Dus dan maar naar school. Zo guys, die Merelza de kleren, Kimani zijn kleren. Flessen, pap, buffetje, panties, wipes, prakje van Kimani. En hier hebben ze reserve kleding, want ze gaan naar oma. Het is nu 4:30. Ik heb mijn haar al gedaan. Kimani is al klaar. Die Merelza is al klaar. Of ze zijn al aangekleed. Ik ben half aangekleed. Ik heb mijn truitje aan. Mijn broek aan. Ik moet nog mijn schooltrui aandoen en mijn schoenen. Kunnen we weg? Kunnen we weg? Dag papi, la pipa. Wie is mama lief van in de? Wie is mama lief alleen dat ben jij? Wie is mama lief alleen dat ben jij? Oké papa, papa. Nadat ik van school kwam, ik was al uurtje op school van 4 tot 5. Was ik toen even een paar spullen gaan kopen. Mijn partner en ik, zij waren even een paar spullen gaan kopen. Mijn zus vroeg ons om regenjassen voor de kids te kopen, dus ik heb dat gekocht.
En ook meteen regenjassen voor mijn partner's oudste dochters. Kafpapier. En nieuwe schoentjes voor Kimani. Slippers. Mensen, het is niet meisjesachtig hoor. Het is Spider-Man erop. Ja, ze hebben Spider-Man erop. Ik vond het eigenlijk meisjesachtig, maar ik keek daarna, want ik dacht ze waren bloemen. Maar het is Spider-Man. En voor die Marasha ook. Nieuwe schoen, slippers. En daar heb ik ook nog een speelgoedsetje voor Zoka, waarmee ze buiten kunnen spelen. En een nieuwe racecooker. Ik heb daarna ook pakjes pap voor ze gehaald, zodat er in voorraad is. Wipes ook in voorraad. Knakworst, visitekaars, wat nog meer. Boter, aardappel, cola en nog een paar andere spullen. Maar anyway. Kimani slaapt. Hij slaapt nog steeds. Hij gaat straks wel even wakker worden. Hij kan zo'n prakje geven. Dan kan hij weer in slaap vallen. En die Marelsa moet baden. Kimani en die Marelsa waren al gebaat. Maar die Marelsa is gaan spelen. Dus ze is weer vuil. Weer vies. Dus ze kijkt nu even naar zo'n de ship. Ik ga die spullen wegzetten. Aardappel doen. En varken lappen bakken voor mijn partner en ik. Om te eten, want we hebben honger. En dan als ik klaar ben, kan ik gaan baden met die Marelsa. Anyway. Ook dit hokken voor die Marelsa. Een soort van bril voor de toilet. Wanneer ze gaat poepen of plassen. Dus ja. So guys, dit is het einde geworden van deze vlog. Vergeet het niet te liken, subscriben en het te delen met ieder. Maar ja, tot de volgende keer.